Renault Antwerpen. De auto's van stad. De elektriciteitsbevoorrading zal komende winter niet in gevaar komen. Dat is vanmiddag beklemtoond bij aanvang van het federale kernkabinet over de recente problemen in de kerncentrales. Maar mogelijk moeten de plannen voor de kernuitstap wel worden herbekeken. Uiteraard zal alles afhangen van de definitieve uitslag van het onderzoek voor Doel 3 en Tihange 2. Als daaruit blijkt dat die effectief dicht moeten, dan gaan we alles moeten bekijken. En dan kan het zijn dat eventueel in het faseren van die kernuitstap hier en daar een aantal elementen kunnen wijzigen. Ook niet-nucleaire centrales kunnen worden ingeschakeld. Er moet een stappenplan worden uitgewerkt. Wel, ik denk dat we gaan vragen aan de staatssecretaris verantwoordelijk voor energie om een stappenplan te ontwikkelen. Om de mensen, de bedrijven de zekerheid te bieden dat wij de komende jaren absoluut zeker mogen zijn van energie. En desnoods gaan we vragen om een aantal niet-nucleaire centrales wat langer open te houden. Minister van Economie Johan van der Lanotte vindt dat de communicatie van de voorbije weken niet vertrouwenswekkend was. Hij wil dat de rapporten van het FANC, de nucleaire waakhond, door buitenlandse experts bevestigd worden. De studies moeten verder gaan, dat we ook internationale experten gaan hebben die bevestigen of het nu veilig is of niet, vooraleer het kan opgestart worden. En minister Watley heeft toch ook heel duidelijke berekeningen gemaakt over de bevoorradingszekerheid, die geruststellend zijn voor de volgende winter in elk geval. Dus als we nu tijd kunnen nemen, zonder dat we moeten bang zijn voor een blackout. Ten vroegste in oktober is het FANC klaar met zijn advies over het al dan niet definitief sluiten van Doel 3 en Tihange 2. De echte vraag is, als het noodzakelijk is, moeten ze sluiten. We zullen nooit risico nemen met de zekerheid, met de veiligheid. De regering beklemtoont dat er geen reden tot paniek is, nog wat de veiligheid betreft en evenmin qua bevoorrading van elektriciteit.